Gezondheid wordt moeilijk gemaakt door The Renewal Institute en IQ. The Renewal Institute neem een holistische benadering tot gezondheid en schoonheid. Skin, Body, Health, Brain en Sleep Renewal is afdelings van The Renewal Institute en moedig optimale welstand aan terwijl de esthetische aspecten van cliënten nagezien wordt. Goedemorgen, mijn naam is Andrea Duplessis en vandaagse gezondheidsonderwerp is probiotica en die darmkanaal. Zo met ons kuier Dr. Graham Duncombe van de Renewal Institute. Dus nou juist een onderwerp wat voor mij geweldig interesseert, so ik stel belang om te horen van de Renewal Institute's benadering. Baie dank Andrea. Weet jy, die darmkanaal bestaan uit amper 90% van ons immuunstelsel in die lichaam. En deel daarvan, een belangrijke laag van die immuunstelsel, is je probiotica laag. Daar is oor die 140 verschillende types probiotica identificeer in elke persoon en is belangrijk om die balans te handhaaf voor een goede gezondheid voor die lang termijn. Bij Renewal Institute probeer ons om die verhouding te handhaaf om verdere chronische toestanden te probeer vermijden, soos bijvoorbeeld darmkanaalsiektes, soos irriteerbare darmsyndroom, acne, rosacea, en oor die algemeen sier en alkalische wanbalans in de mensenfysiologie. Die voorwaardes van een goede probiotica keuze is dat daar tenminste 2 biljoen organismes per capsule bestaan, dat die capsules levendig is, die organismes moet nou in een ijskas of een koukas gehou word, en het is belangrijk om jou probiotica te wissel elke maand. So as probiotica opraak, is het belangrijk om een ander type te gebruiken. So ons kan levendige type gefermenteerde kosse gebruik, of ons kan capsules gebruik wat die organismes ook bevat. Wel, dis goed om te sien dat die verskeidenheid en ook onder medische toesig. So baie dankie. Baie dankie, Andrea. Voor meer inlichting, bezoek gerust die Renewal Institute's webtuiste.